Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Lolbeast. Ik ga deze keer solo queue en dit wordt mijn eerste ranked game. Ik ga Nation spelen en ik hoop dat ik ga winnen. Oh, ze hebben een Trundle jungle. Cool. En wij zitten wel niet in de jungle, dus die zie je eigenlijk ook nooit. Katarina is al een mid, set top. Denk ik. Ach ja, wij hebben een kill mid, Sejuani jungle, Tristana ADC en Leona support in ieder geval. Ze hebben allemaal skin, dat is wel cool. Oké, laten we beginnen. Ik begin met een Doran Shield, Potion en Warning Totem. En dan gaan we maar eens naar de Blue Buff lopen. Ik denk dat ze mijn Blue Buff begint. Zullen we zien wel. Welkom bij Summoner's Rift. Perhaps Shurima. Was meant to fall. Mana runes, lol. 30 seconds. Blijkbaar heeft onze deze Katarina heeft mana runes. Oké. Daar heeft ze niks aan. Between life and death lies immortality. The sky is not but dying. Minions have spawned. Oké, dus doe helpen. Ik tank hem blijkbaar. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ja, ik heb wel lifesteal, dus dat is goed. Life is part of a cycle. Zo, oké, dan ga ik naar de top lane. Ik sta tegen Z. Moet te winnen zijn. Shurima. Ik moet alleen wel goed kunnen farmen en hij heeft natuurlijk wel een aardige poke wat best vervelend is. Hij mist alleen zijn eerste al, dus. En die was best een close range. En ik heb mijn lifesteal, dus ik denk dat ik er wel aardig kan winnen deze lane. Some spirits are fated to burn. So, 3 stacks. I bring death. Is een set op best wel damage. Beetje vervelend. Moet ik mee oppassen. 79 damage. Ja, ik heb wel meer. Maar hij burst toch een beetje door mijn arm heen. First blood. Jammer. Dat was een groot gemist. Ja.
Oh, daar is een Trundle. Even rennen, dan gaat anders niemand komen. Deze push even warden voor de zekerheid. Je weet maar nooit of die komt back te horen. Oh, mis. Shit. We waren tegenwoordig niet vaak meer Nasus. Hij is een beetje saai om te spelen over het algemeen. Omdat je, ja, early game is je sterk, maar endgame moet je vroeg tegen spelen. Of full attack damage. Jammer. Nou, het was een trade. Ik kan ermee leven. Pak een laten we geen Zephyrcrystal nemen. Okay. Ik neem Ability Power. En niet tevreden Purples. I walk through the ages. Klein beetje extra damage met mijn E is altijd handig, zeker voor farmen. Het liefst doe ik met mijn Q, maar af en toe als je een beetje moet pushen, errant is je E toch erg handig. Ook de armor reduction is erg handig tegen champions vooral. Snel mogelijk weer terug naar de lane. Nou, te staan heeft al mooi twee kills. Must remain buried. No dawn comes without darkness. Af en toe een klein beetje lag. Maar het is niet vreselijk. Kom op, farm tegen, dat is mooi. Hoe meer je kan farmen, hoe sterker ik word. Ik moet alleen een beetje oppassen met mijn mana. Wel mijn cube kan blijven gooien. Ik kan ook wel slow als nodig is. Of Trundle als je weer kan kanken. Shut down. Nee, shit, mist. Zo, skill 2, mooi. Ah, dat niet, een beetje jammer. Ja, ik wil deze tower wel pushen. Maar alleen uitkijken. Dat is helemaal niet van achterkomt. Ik ga wel even worden. Dat lijkt me verstandiger. Ik heb niet veel mana, dus als je komt, heb ik best wel een probleem, denk ik. Dus ik blijf hier wel een beetje hangen. Ik wil gewoon rustig farmen. An enemy has been slain. It's not of this time. An ally has been slain. 54 stacks. Nou. Something niet veel meer dan normaal heb. Misschien ietsje. Ik ben nog geen lastige pro. Zoals te zien is. Ja, 35 farm. Aardig wat. Alleen nog steeds oppassen met mijn mana. Mooi sterk. Nou, dat gaan we niet hebben. Mooi. Wat dat hij kapot. Dat gaan we niet halen. Deze tunnel. Wow, de ganks zijn een beetje slecht en pijn, vind ik. Als ik zo door blijf gaan, dan win ik de claim wel, maar uiteindelijk gaat Seth een stuk meer damage doen, dus ik bouw eerst mijn Trinity Force en dan ga ik denk ik random iets overbouwen. Meestal doe ik Spirit Visage, maar omdat ik best wat armor denk ik nodig heb, kan ik beter random iets overbouwen. 78 stacks.
Even niet voor mana. Die last hit. Stekken. Ik max altijd eerst mijn slow. Je eet doet niet per se veel damage. Het gaat maar eigenlijk alleen om de armor reduction. Terwijl je W heel erg handig is als je iemand gaat. Ja, iemand wegrent, maar ook tegen ganks. In teamfights is het ook handig om daarmee te focussen. Shit, ik zag Sejuani niet aankomen. Nou, die kan niet stekken. An enemy has been slain. Ik loop ver voor, ja, 14 farm voor, dus. Ik loop ook 2 levels voor. Als ik zo blijf farmen, dan komt het zeker wel goed. Ja. Ik ga hem nooit kunnen pakken zo. Mooi. Nou, dat gaat wel goed. Tot nu toe 102 stacks. Ik ga alleen maar rustig farmen. Verder. Ja. Nergens last van. Ja, ik hoef hem niet eens te focussen. Ik farm wel rustig. Dan. Hij doet niet eens zo heel veel damage nu. Ik probeer het met Rasen, maar ja, hij doet er te weinig damage voor. Ik heb nog gepot, dus ik zal deze ook even nu poppen. Zo, de damage op hem doen. 100. In principe, als ik nu een beetje mana spaar, heb ik me zo gekild. Een potion gepopt. Die heeft gestacked. Oké. Okay. Iets meer damage dan ik denk eigenlijk. Maar... Laten we even hier wegwezen. Want ik ga hier best wel dood. Geluk, geluk. Ik heb beter op moeten letten. Ze had gezegd dat de enemies missing waren. Dus het is mijn fout. Unstoppable. Shut down. Potions mee. The sky killing is not spray. But dying stars. An ally has been slain. Ik weet niet waar Zed is. Hij is niet dood. The past is a tapestry. Ik heb een machine. Met je machine doe je heel veel meer damage met je, met je Q, omdat je dubbele attack damage doet. Dus in plaats van 109 doet daar 208 bonus. Makkelijk 400 hit op minions. Movement speed is ook nooit verkeerd. Attack speed, critical strike. Het mooie is dat je Q plus Sheen ook gewoon kan crit striken. 101 damage hier. 637 al. Beetje meer. Dat op die Zed doe, zou die in 2 keer gedood zijn, maar ik wil wat meer mana. Ik weet dat gewoon niet mee. De rest is denk ik harder dan hij mee. Very nice. Nice. Ik ben ook Henk. Dat moet worden. Pak even een Ruby Crystal. Attack damage heb ik minder nodig. Rampage. It is never ending. Ja, Kiel is ook wel feet er staan en zo aardig feet. Ons team gaat wel een stuk beter dan een team, dus. Do not try. Dat is goed. Bird
I bring death. En ik klop mijn minion dood. Zeker mooi, zeker mooi. Between life and death. 294 damage per turret, niet normaal. Ik ben heel blij mee. iPhone, lifesteal, en een BF sword, waardoor hij dat een stuk meer damage gaat doen. Maar ik denk dat ik er nog wel aan kan. Wegwezen, want ik heb zo'n gevoel dat er iemand naar me toe komt. Want ik heb geen idee wat Trundle is. Zit je aan de dragon gedaan, mooi. Ik heb mijn boots. Het is voor armor boots, maar ik heb nog 20 forces af. Mag ik nu aan met Randwin's Omen beginnen, maar ik ga eerst boots bouwen. Movement speed. Is heel erg sterk gewoon. An ally has been slain. Killing spree. Their death awaits. Unstoppable. Double kill. This team must end. Rampage. Nu mid, maar ik ga even voor de zekerheid warden. Perhaps Shurima was meant to fall. Dat is een kill voor mij. Ik daar is Katarina. Ik pak een naam. Niet eens meer nodig. Zet komt waarschijnlijk hierheen. Dat weet ik niet zeker. Nee. Maar ik ga wel even enemies meer zien. Daar komt Zet aan. I walk through the ages. Legendary, sorry. Deze kill was niet slecht. Aardig gevierd. Quadra. Nou, jammer voor de shutdown. En Trundle zat hier top, dus had geen penta kunnen halen. This too must end. Dat is een turret down. Is part of a cycle. Zet ze weer een respawn met z'n rest. Over.
Some things your team must has destroyed a turret. Buried. Unstoppable. For centuries. Ik heb niet genoeg mana, denk ik. Ja, ik zou er aan kunnen, maar. Shut down. Zet komt ook, dus ik ga even bezig. Gewonnen, surrender. Mooi. Dus dit was mijn eerste potje ranked. Ik heb gewonnen. Nasus 3-2. Niet zo bijzonder potje voor mij. Maar tegen wel